leest wat in de regio Rijnmond. 7 minuten staat deze week in het teken van de Boekenweek. Vandaag bijzondere boekenwinkels in de regio. Zoals Bijbelkiosk Hoekse Waard in Oud-Beierland. Hallo. Een winkel waar niet alleen Bijbels worden verkocht, maar ook christelijke romans, thrillers, cadeauboeken en kinderboeken. Het gaat erom dat wij boeken verkopen waar geen dingen in staan waar wij niet achter staan. Vloeken, tovenarij, dingen die in het leven, jongelui, seksualiteit, drank, drugs en rock en roll. Maar we hebben wel boeken waarin staat hoe je met kinderen om moet gaan of kan gaan die dat probleem hebben. Dit spreekt ook altijd nog aan, online met God. Ja. Kinderen zijn natuurlijk zo bezig met chatten. Harry Potter wil je er dus niet vinden. Dat is tovenarij. En ook de boeken voor volwassenen moeten wel passen bij een christelijke levensstijl. Oh, bijvoorbeeld Jan Siebelink, knielen op een bed violen, zou je dat verkopen? Ja. 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 Dat Want natuurlijk dat... toch ook wel kritisch is naar het geloof. Maar... Ja, maar dat is wel een boek met die achtergrond van het geloof, wat dat met je kan doen. En Maarten het Hart, met al zijn kritiek altijd op het geloof? Nee. Nee, ik denk dat dat voor ons weer te aanstootgevend naar buiten is. Ja, ja. Ja. Een 50-20 reis, dat komt er niet in, hier, denk ik. Nee. Ja? Ik zal er zijn, ja. Mensen zijn wel vaak op zoek naar iets specifieks. Iets met een christelijke boodschap, het zij een bemoediging voor iemand. Daarbij komen ook vaak gesprekken los. En als mensen bijvoorbeeld iets mee hebben gemaakt in hun privéleven of ze willen iemand bemoedigen met een kaart, met een mooie tekst. Waar we wel in gespecialiseerd zijn als christelijke winkel. Dan komt daar vaak een verhaal bij en dan... Ja, dat wekt ook wel eens emoties los. En dat zijn dingen die in deze winkel kunnen. Daar wordt tijd voor gemaakt. Een kopje thee, een glaasje water, een gesprek. Het is ook mogelijk om met mensen te bidden als ze dat fijn vinden. En dat is wel een ding waar we voor staan. Dat we er voor de mensen ook zijn. Zal ik er een sticker op doen, God zegen? Of... Oh, ja. Kwam hier vorig jaar, augustus, kwam ik hier voor het eerst binnen. En toen had ik net de dag ervoor gehad dat ik blaaskanker had. En we moesten een cd'tje kopen. Nou, ik ken heel die mevrouw niet. En ze weet helemaal niks van mij. En nou, ze pakt de spullen in en ze duwt er een kaartje in. Nou, en dan staat er op dat kaartje staat een tekst, Jeremia 29, vers 11 tot en met 14. Ik ken mijn gedachten over u. Ik heb het goede met u voor en niet het kwade. En dat betekende heel veel voor mij. En terwijl dat we elkaar helemaal niet kennen. En dat is, ja, denk ik toch wel hier, wat er hier in deze winkel gebeurt. Zulke soort dingen. Nou, u ook heel veel sterkte met alles. Ja, dank je wel. Ja, het is ook de warmte die je voor mensen voelt, die je uit wil stralen. Dat heeft ook wel een stukje met geloof te maken. Liefde voor elkaar. In Dordrecht, aan het Scheffersplein, een heel andere winkel. Een begrip onder stripliefhebbers. George. Deze winkel is in 1975 begonnen. En het was een initiatief van mijn echtgenoot toen de tijd. En we zijn toen begonnen in een heel klein pandje met eigenlijk zijn verzameling. Dus alleen maar tweedehands en antiquarisch. En toen kwamen er nieuwe strips bij en buitenlandse strips en comics. En dus wij groeiden en groeiden en wij moesten toen uit dat hele kleine pandje wel weg. En toen zijn we hier gekomen, want wij dachten dat dit wel een enorm groot pand was toen. Maar inmiddels is ook dat nauwelijks meer groot genoeg voor alle strips die George verkoopt. Van Guust tot Franca, van de nieuwste Erik Kriek met Murder Ballads, tot Spike en Susie, Suske en Wiske in het Engels of zelfs in het Chinees.
Bent u echt een liefhebber van strips, een verzamelaar? In allebei. Ja. Ik ben hier 20 jaar geleden de laatste keer geweest. Ja. Ik ben Parijzenaar van oorsprong. Ik woon in Zwitserland, maar ik heb een beetje Nederlands zo geleerd om door het lezen van comics. U heeft Nederlands geleerd door strips te lezen? Zo heb ik begonnen. Is er ook nog steeds weer een nieuwe generatie die ook weer aan strips begint? Gelukkig wel, zeg. Stel je voor. Ja. Je hebt bijvoorbeeld wel met jonge kinderen, dat je ouders kan adviseren wat leuk is om te beginnen als ze net gaan lezen of als ze net nog niet kunnen lezen, wat leuk is voor die kinderen. Want vaak is het zo dat ouders binnenkomen en zeggen van ja, vroeger las ik dat en dat en dat wil ik graag aan mijn kinderen laten lezen, maar dat is dan niet meer van deze tijd. Dus dan kan je beter iets geven wat van deze tijd is en wat meer aanspreekt bij de kinderen. Deze is het Engels. Het Nederlands is al uitverkocht. Dalende verkoop door de opkomst van webwinkels, daar heeft George geen last van. De winkel verkoopt strips zelf ook online. Alleen de verkoop van antiquarische strips, dat regelen verzamelaars onderling via internet. En mensen kopen nu minder strips dan vroeger. Je hebt een periode gehad dat iedere strip die uitkwam direct opgezwolgen werd. Direct moest iedereen dat hebben. Maar dat is een beetje over. Mensen zijn toch wel een beetje selectiever geworden. En daarnaast heb je natuurlijk op een gegeven moment gehad dat de crisis er was. Mensen dus ook niet zomaar alles konden kopen, dus nog selectiever werden. Mm-hmm. Maar ze hoeven niet meer alles te hebben. Maar er zijn altijd wel strips die een echte fanaat niet kan laten liggen. Bijzondere boekhandelaren, bibliobus en boekhuisjes in de regio Rijnmond. 7 minuten staat deze week in het teken van de Boekenweek. Vandaag het verhaal van Marijke Lammers, oprichter van het boekenhuisproject in Rotterdam-Hilgersberg. Samen met haar buren heeft Marijke kleine huisjes in de wijk neergezet waar mensen boeken uit kunnen pakken. En dat is helemaal gratis. Dus jij kan ook een boek eruit halen wat je interessant vindt en dat lees je en je brengt het op een van de andere huizen weer terug. En al leen je het een week of een half jaar, dat maakt in principe niet uit. En het mooiste is als jij natuurlijk ook een leuk boek hebt waarvan je denkt van goh, dat vind ik leuk als andere mensen dat ook lezen, dat je iets terugbrengt. Er zit helemaal geen slot, hè, op die huisjes. Nee, ze zijn eigenlijk 24/7 open. En er zijn mensen die 's avonds natuurlijk, denk ik, ook wel eens een boek pakken of de hond uitlaten en er voorbij komen. Of misschien 's ochtends vroeg. Of even kijken hoor. Ik vind het altijd leuk om ze op kleur te zetten. Dus ik zit even te zoeken. Van. Wordt er nooit gejat dan? Ja, wat is jatten? Op het moment als de boeken instaan, dan denk ik van ja, stel als iemand echt een boek jat, dan hoop ik dat hij er plezier aan heeft en dat hij dit ook nog gaat lezen. Dus ik zie niet of dat het gejat wordt of geleend of ik ga er maar vanuit. Ik ga uit van het goede van de mens. Hilgersberg heeft inmiddels 13 boekenhuisjes. Ze worden beheerd door zogenaamde boekkeepers. Dit is een een mooie manier voor iedereen om makkelijk aan een boek te komen. He, op iReaders kan je natuurlijk ook wel gratis boeken downloaden. Maar het is toch anders dan even te kunnen kijken en iets in je handen pakken en in bladeren. Waarom is het zo belangrijk dat ook kinderen kunnen lezen, denk jij? Zodat ze slimmer worden. Ja, hoe word je slimmer van lezen dan? Dan kan je beter praten, zeggen mijn ouders, en word je slimmer van. Zelf ook fanatiek afnemer van de boeketreeks? Zelf niet, nee, helaas. De vrouw daartegen, die doet regelmatig een bezoekje aan het boekenhuisje. Wat voor boeken lees je dan? Donald Duck of spannende boeken en zo.
Ik vind spannende boeken vooral leuk. Een boekkeeper heeft ook contact met de mensen die een boek uitkomen zoeken. Als ik toevallig naar buiten kom en ik zie iemand bij het boekenhuis staan, dan maak ik een praatje. Of zoals vanochtend met mijn buurman, die dan vraagt van, goh, ja, ik zoek eigenlijk thrillers. Nou, dan heb ik al een gesprek en dan heb ik in mijn achterhoofd van, oh, ik zal eens kijken of dat ik wat thrillers erin kan zetten. Om de hoeveel tijd moet je zo'n huisje nou verversen qua inhoud? Ja, dat is verschillend. Dat is per boekkeeper ook verschillend. Zo van de een die doet het iedere week. De ander doet het één keer in de twee weken. Weer een ander doet het één keer in de maand. Het is een beetje van, ja, hoeveel tijd wil je erin steken? Het is wel, wat we merken, hoe vaker je wisselt, hoe vaker mensen opnieuw langskomen. Deze bewoner heeft wel heel erg uitgepakt. Ja. Nou, we hebben op een gegeven moment er een kaboutertje bij gezet. Want dit is echt een beetje zo'n kabouterhuisje. Maar goed, ik ga even kijken of dat ze er is. Nou, ik vind het wel leuk dat je contact hebt met je wijkbewoners. En dat als ik iemand bij de Albert Heijn tegenkom, van oh, dat is die of die. Of je leert net iets meer over iemand kennen die gewoon een straat achter je woont of naast je woont. Als ik zo'n boekhuis niet gehad had, had ik bijvoorbeeld niet geweten dat mijn buurman van thrillers houdt. Bijna geen informatie, maar ik vind het wel leuk. We kennen nu ook alle namen van de kinderen, dat is ook wel leuk. Ja. Oh, de 1 euro boek? Van het 1 euro boek van Oorlogswinter, ja. Ja. Ja, dus nieuw uitgegeven, Jan Terlouw. Heel beroemd boek. Er zijn zoveel dingen die je met elkaar kunt delen. De boekenkasten van mensen staan vol. Mensen lezen dat boek 1 keer en vervolgens verdwijnt het in de kast of in de papierbak. En nu deel je dat gewoon allemaal. Ik heb ook wel eens voorgelezen, gewoon hier in de speeltuin. Dus dat vind ik wel erg leuk. Ja. Echt voorgelezen uit boeken? Dan, Ja, voor de kinderen. Dan, als ze dan gewoon een beetje aan het vervelen waren, dan las ik een verhaaltje en dan gingen ze daarna eigenlijk in het verhaal weer verder met het spel uit het boek. Dus dat vond ik wel erg leuk. Wat is het leukste boek wat je ooit uit een huisje hebt gehaald? Het informatieboek over opgroeien van Kikkerdril. Nou, het leukste, wat het meest verrassende vond ik, dat ik het boek van het meisje in de trein in een van de boekenhuizen vond, terwijl die nog volop in de winkel ligt. Zoiets van, hé, die wilde ik lezen. Dus dan, ja, daar word ik wel vrolijk van. We hebben nog één ster in ons boekenhuisproject. Een jongetje die niet helemaal begreep wat het project inhoudt en de boeken bij iemand door de brievenbus gegooid heeft in de Cliviastraat. En die meneer kwam 's avonds thuis en die jongen had zoveel boeken door de brievenbus gegooid dat die meneer zijn eigen voordeur niet meer in kon. Die had je ook al gekregen. Ja, ik vind het leuk om mensen met elkaar te verbinden. En ieder mens heeft zijn eigen verhaal en daar ben ik nieuwsgierig naar en dat vind ik leuk om te horen. In mijn dromen dan zou het zijn van doe allemaal niet zo moeilijk en deel datgene wat je hebt. Bijzondere boekhandelaren en boekenwurmen in de regio Rijnmond. 7 minuten staat deze week in het teken van de Boekenweek. Met vandaag de Bibliobus. We gaan mee op stap met Linda de Geus. Al 20 jaar een van de drijvende krachten achter de Bibliobus van de gemeente Rotterdam. We beginnen op Zalmplaat en reizen vanmiddag mee naar Heiplaat. Mensen willen graag dat er naar geluisterd wordt en dat gebeurt natuurlijk heel weinig. Oudere mensen willen hun verhaal kwijt. Oké, vertel maar. Dus wij luisteren altijd. En dan geven we ook wel eens wat oplossingen natuurlijk. Er zijn ook hele verdrietige mensen, maar ook hele blije mensen. In de bibliotheek in Hoogvliet, dan overzie ik het allemaal niet helemaal. Dus, en hier gaat het goed. Een hele leuke boeken telkens. Hoeveel boeken leent u hier? Per week, per maand? Hoe gaat dat? Ik leed 3 boeken in 14 dagen. Ongeveer, ja. Hij wiebelt ook, hè? Hij wiebelt, ja. Heel lekker, toch? Als je op zee zit. Ik kom hier sinds denk ik een paar maandjes. Normaal kwam ik altijd, ging ik gewoon naar de gewone bibliotheek. En het is wat persoonlijker. Je kan wat rustiger kijken. En de kinderen weten goed waar ze moeten zoeken.
En heel klantvriendelijk hier aan de balie, dus dat is leuk. Hey, u bestuurt echt een vrachtwagen? Ja. Ja, ja, ik kijk wel elke dag als ik hem haal, dan denk ik, oh man, wat is die groot. En dan als je eenmaal rijdt, dan gaat het gewoon geweldig. Ja, is het nooit fout gegaan met al die boeken? Met de grondwagen? Ja, dat is wel eens misgegaan, ja. Ja, een aantal keren. Ja, als je dan een stoepje even niet ziet, dat je even niet oplet. Ja, en dan ligt echt werkelijk alles eruit. Dan sta je tot aan je knieën in de boeken. Ja, zijn er wel heel veel. Ja, hoe slim kan je zijn? Rijd door. Veel van boeken weten, vind ik. Wij lezen zelf heel veel, Thea en ik, omdat ik dat gewoon heel belangrijk vind, dat je ook een beetje kan vertellen waar het boek over gaat. Of dat je mensen kan zeggen van dit boek moet je lezen, dat is hartstikke gaaf. Mensen verwachten ook van ons dat we ze advies geven. Dat hebben vooral die kinderen van een jaar of 14, 15, die dan boeken willen, maar ze weten eigenlijk niet wat ze willen lezen. En ja, geef mij maar een goed boek. Maar dat, zelfs dat vind ik moeilijk, want wat ik goed vind, vinden die kinderen niet goed. En kinderen hebben een hele andere smaak tegenwoordig dan wij vroeger. Dus dat vind ik best wel ingewikkeld. Dan vraag ik ook wel eens aan mijn collega, die heeft heel veel verstand van kinderboeken. Wat kan ik nou eens geven in plaats van een Harry Potter bijvoorbeeld? Want dan zijn we van die hypes, weet je wel. Dan nemen ze alleen maar Harry Potter willen ze, of ze willen alleen maar Stilton. Er zijn nog meer goede boeken, denk ik dan. Maar ja, oké. Als je die kinderen boeken geeft waar ze niets aan vinden. Hè, je moet wel weten wat je geeft aan die kinderen. Als ik een boek geef waar die kinderen geen pest aan vinden, komen ze toch niet meer terug, hoor. Ik word helemaal zenuwachtig van je. Ik weet niet meer waar die zit. Leuk om te lezen? Drama, jeugdthrillers, zulke boeken. Ik ging eerst op Pendrecht, maar dat deed ze niet meer. Toen ben ik op Zuidwijk gegaan, nou, dat vind ik te ver. En toen stond uw wagen hier. Wat betekent dat voor u? Nou, ik vind het gewoon fijn. Want als niks op tv is, dan lees ik altijd. We zijn wel eens bedreigd. Wanneer? Was dat vorig jaar, Thee? Anderhalf jaar geleden, op het Tijplaat. Ik stond in de weg met de bus, maar dat wist ik niet. En Thea was net bij een mevrouw tijdschrift in de bus aan het gooien, omdat die mevrouw ziek was. Dus dan brengen wij wel eens wat langs, thuis, doen we wel eens met de bus. En toen stond ik even in de weg en het was denk ik 1 minuut. En ik zie die man naar buiten vliegen met van die grote wilde ogen. Dus ik heb de politie gebeld en die zeiden van, oh, doe alsjeblieft je deur op slot. Want dit is een gevaarlijke iemand, niet uit de bus, wij komen er nu aan. Weet je, dan is het vervelend, want dan zit je op de heiplaat toch wel een tijdje zo van, misschien komt hij wel verhaal halen. Dan ben je toch wel een beetje angstig. Dus ik heb de hele tijd het warme water naast me gehad. Ik denk, als die in de bus komt, dan kan ik me tenminste verdedigen, want wij zitten daar en we kunnen natuurlijk geen kant uit. Kijk, als hij daar staat en hij doet iets, weet ik veel, dan denk ik, ja, dan gooi ik gewoon dat hete water naar hem toe. Ja, mijn kinderen houden van lezen en ook voor hun taalontwikkeling vind ik het belangrijk om boekjes te lezen. Hoe is het contact met de dames hier? Goed. Ja, ik kan niet anders zeggen. Is toch goed? Ja, gezellig. Ja. Wat betekenen zij sociaal voor een wijk als deze? Ja, nou, ik ga er gewoon goed mee om. Prima. U bent gepensioneerd. Hoe lang gaat u hier nog mee door? Ik mag verder niet meer. 12 juli geloof ik loopt mijn contract af. Ik heb al gevraagd of ik iets langer mocht blijven, maar dat weten ze niet.
Terwijl iedereen wil dat je door blijft werken, maar de wieg doet daar niet aan, geloof ik. Dat is moeilijk. Ja, ik zou dit verschrikkelijk gaan missen. Ja, maar ja, het zij zo, weet je, dan maak ik plaats voor iemand anders. Als het zo is, dan is het zo. Maar misschien mag ik nog tot het einde van het jaar blijven, maar dat weet ik niet. Weet je, dat heb ik gevraagd. Daar kunnen ze nog geen antwoord op geven. Dus daar wacht ik op. In de Boekenweek duikt 7 minuten in de wereld van boeken en boekhandelaren. Lees is echt heel erg leuk. Met vandaag een staaltje Schiedams lef, want het Schiedams boekenhuis is geen gewone boekhandel. Het is een klein boekhandeltje dat zich als een David in de strijd werpt tegen de Goliaths, de grote internetboekhandels. Ja, tegen de stroom in zou je zeggen, maar dat het zo slecht gaat met boekhandels is voor een groot gedeelte beeldvorming. Er zijn echt nog wel boekhandels waar het heel goed mee gaat. En dat zijn boekhandels die met de tijd meegaan. En wat is dat met de tijd meegaan als boekhandel? Met de tijd meegaan is zorgen dat je ook digitaal aanwezig bent. Dus dat je op internet aanwezig bent, dat je op sociale media aanwezig bent. Nou ja, er zijn er nog duizenden andere dingen die, die een boekhandel succesvol maken. Dat is bijvoorbeeld heel veel organiseren. Nou, dat ben ik ook van plan. Ja, dat is. Ik heb hier de non-fictie staan met kunst, geschiedenis, hobby, koken, reizen. Beneden heb ik de literatuur en boeken. Ik had op mijn 6e al een bibliotheekpas. En ik heb hier in Schiedam ook de bibliotheek helemaal stuk gelezen. Mag ik nog altijd uit? Tuurlijk, ga je gang. Ja hoor. En in 98 in het boek ben ik in het boekenvak gerold. Dus dat is heel wat anders dan wanneer je graag leest. Er komt heel veel bij kijken. En het beviel me zo ontzettend goed dat ik in het boekenvak gebleven ben. Ja. En jouw ideale boekhandel? Ja. Ja, ongeveer dit wel eigenlijk. Ja. Overal een lekkere zitplek, grote leestafel waar je koffie en thee kunt drinken. Echt een plekje als een huiskamer. Zal ik hem hier neerzetten? Ik neem ook een bakkie. Vrijgevige Schiedammers spelen een belangrijke rol bij de totstandkoming van deze boekhandel. Een stad zonder boekhandel, dat kan niet. Het is te gek voor woorden dat er geen boekhandel is. Je moet toch boeken kunnen snuffelen, je moet kaarten kunnen kopen en cadeautjes. Investeren in een boekhandel. En dat terwijl steeds meer boekhandels omvallen en uit het straatbeeld verdwijnen. In Schiedam zie je dus een omgekeerde beweging. Ik had heel gelukkig een peettante, een heel klein beetje van heb geërfd. Toen dacht ik, kijk, dat zijn nou leuke dingen om gewoon te investeren. U kunt het ook op de bank zetten of de bank laten investeren. Maar u doet het dus liever nu zelf. Bank, je krijgt toch geen rente meer. Nee hoor, ik doe het liever zelf op die manier. Ik bedoel, ik heb alleen AOW, maar dit zijn dingen die je dan wel kan doen. En dat vind ik heel plezierig. Ik heb een crowdfundingsactie gedaan en dat heeft de helft opgeleverd van wat ik totaal nodig had. Dus dat was echt heel erg mooi. Ja. Over wat voor bedrag hebben we het dan? Rond de 13.000 euro. En aanvullende financiering van ongeveer hetzelfde bedrag. Het is krap, maar ik ga dat wel redden door wat minder voorraad in te kopen. En dan moet ik omzet draaien en op die manier groeien. Ja. Heel spannend. Ja, zeker weten. Ja. Leest u nu ook digitale boeken? Ja. Ja, ik heb een e-reader met een stuk of 3000 boeken erop. Ik ga nog wel naar de bibliotheek en die neem ik. Daar kan ik ook op, van downloaden, e-books. En ja. Wat wilt u dan eigenlijk nog met al deze papieren boeken? Omdat het gewoon zo fijn is om ze in je handen te hebben en te bekijken en te bladeren. De boekenliefhebbers dragen dit initiatief een warm hart toe. Ik heb weer 2 tasjes lekker weg mogen brengen. Ik breng ze liever hier dan dat ik ze in de papierbak doe. Want zo kan een ander mens er ook nog veel plezier aan hebben. Ze zijn nog als nieuw. Dus het verschil van eventueel een nieuw boek en met die ik gebracht heb, zit geen verschil. Want er zitten geen ezelsoren aan. Want ik zeg altijd, ezelsoren horen bij de ezel en niet bij het boek. U gaat heel netjes met uw boeken om. Maar u staat dus sympathiek achter het idee van dat Schiedam weer een boekhandel heeft. Ja, tuurlijk. Tuurlijk, want er zijn er te weinig.
Dat is, alle winkeltjes die gaan weg. En ik vond het juist zo leuk toen ik het hoorde van, oh, er wordt wat leuks opgezet. Door twee dames, je kan nog koffie gaan drinken. Dus nou, wat wil je dan nog meer? Boekje erbij? Je hebt hier boekjes uit te zoeken. Nou, dan neem je koffie en dan ga je even zitten lezen. En je woont niet eens in Schiedam? Ik woon niet in Schiedam. Ik woon niet in Rotterdam, in Kralingen. Dus ik kom lekker op de fiets. Ja, je moet er wat voor over hebben. Ja, een echte boekenliefhebber. Jawel, jawel. Ik vind het heerlijk om een boek te lezen. Lekker bladzijden omslaan. Ook niet open op tafel neerleggen. Want dan gaan ze veel te wijd uitstaan. Dat is zonde. Gewoon netjes dicht doen en neerleggen en dan de volgende keer weer oppakken. Je bent nog echt van het papier? Ik ben van het papier. Ik moet een bladzijtje omslaan en zo'n boek vasthouden. En dan nog zo van met je vingertje het volgende bladzijtje omslaan. Ja, maar met ouderwetse. Lekker ouderwets. Okay, lekker lezen. Hoi. En tot donderdag. Ja, oké, okay, doeg. En dan is het zover. De officiële opening door niemand minder dan Hugo Borst. Die nog eens onderschrijft hoe dapper het Schiedams Boekhuis is. En ondanks het feit dat ze de stroom mee had kunnen pakken, doet zij het toch tegen draad. Je zou ook bijvoorbeeld erwtensoep kunnen gaan verkopen op Hawaii. En deze mevrouw hier naast mij, Annette, je bent een heldin. En ik zou zeggen, als jij daar nou het doekje van de etalage eruit trekt, dan doe ik het hier. Ja. Ene, tweeën, drieën. ...400 jaar Vopak. In 4 eeuwen groeide dit Rotterdamse bedrijf uit tot een wereldspeler. De geschiedenis, het heden en vooral de toekomst. Volgende week in 7 minuten.